Hart, die zich dan even later wel gewonnen moet geven na dit backhandschot van Robert Kemperman, zijn specialiteit. Nederland wint dan uiteindelijk toch van Ierland met 2-1. Minuten komt Nederland op 1-0 dankzij Robert Kemperman. Het is inmiddels 3-0 en hier wordt het 4-0 door uitblinker Robert Kemperman. Met zijn tweede doelpunt van de avond. Een minuut later is het weer Robert Kemperman. Komt de cirkel binnen en met een verwoestend schot passeert hij doelman Pakonowski. Overtalsituatie voor Oranje. De bal komt bij Robert Kemperman en hij scoort zijn vierde van de avond en brengt Nederland op 10-0.